verwacht om samen met ouders, collega's, andere zorgaanbieders inspiratie over te doen over de zorg. De cliënt staat centraal. Dat geloof ik dus niet. De hulpvraag van de cliënt staat centraal. En dat vind ik dus heel belangrijk. En ik hoop dat dat vandaag ook meer duidelijk wordt. Het is nog beter om te kunnen gaan met de eigen regie van de cliënt en alles wat hij daarbij nodig heeft. En ik hoop dat ik hier een hele hoop mensen tref die daar heel veel over kunnen vertellen. Welkom op dag 2 van de tweedaagse conferentie. Ik en mijn familie samen sterk in zorg. Een zeer ernstige verstandelijke beperking, zoals dat heet. Hij heeft eigenlijk vrijwel permanent een soort onrust in zijn hoofd. Met name in organisaties bedenken we allerlei dingen eromheen, systemen. Die zijn allemaal bedoeld om ons te helpen. Maar soms nemen ze het denken een beetje over. Ik denk dat je elke dag weer jezelf en met elkaar in dialoog de vraag stellen wat helpt. En wat minder vaak de vraag stellen wat hoort. Ik ben erg onder de indruk, met name van de verhalen van cliënten en familie. Ik ben hier gekomen als moeder zijnde. Dus ik heb hier mijn verhaal gedaan dat ik van kastje naar de muur werd gestuurd. En daar kunnen ze weer wat mee. En ik moet zeggen dat het ook echt een schatkist is. Het is een prachtige rijkdom aan aanbevelingen. En daar wil ik mij als VGN, als brancheorganisatie, ook wel echt hard voor gaan maken. Nou, wat mij nu opvalt aan deze sector is dat ik wel erg onder de indruk ben van wat de medewerkers hier in deze sector doen. En dat is echt iets om heel trots op te zijn. Een van de dingen die vandaag ook werd gezegd is dat het niet de zorgaanbieders zijn die de familie bij de zorg betrekken. Maar het is de familie die de zorgaanbieders vraagt, kunt u ons helpen? Ik vind het zelf heel belangrijk dat dat heel erg naar voren komt. Want het zijn vaak de systemen of de kaders die leidend zijn in plaats van de ondersteuningsvragen die er liggen. Dus ik hoop dat daar gewoon meters mee gemaakt worden.